Dit was het eerste exemplaar wat ik op het Waterloopplein uit de bak van de dumphandelaar haalde. Maar ik vond het zo prachtig, al die nummers die erop stonden, die teksten. En dan zo'n rare aansluiting aan de bovenkant. En dan keek je erin, wat zat er dan allemaal? En sinds die tijd ben ik daarin geïnteresseerd geraakt om dat soort gekke dingen te zien. Ja, daar is het begonnen allemaal. Ja, daar is het begonnen inderdaad. Je ziet hier de ontwikkeling van de buizentechnologie eigenlijk vanaf het allereerste begin. Hoeveel zijn het er? Ik heb ze nooit geteld, maar ik denk als ik mijn hele collectie plus wat er nog in de opslag staat, dat ik het toch een kleine 10.000 zal hebben. Als ik het allemaal zo zie, dan denk ik soms wel eens van, mijn hemel, waar ben ik ooit eens aan begonnen? Het begon ooit met 1 of 2 buisjes en nu staat er gewoon steeds meer en steeds meer. Kun je hier nog wel wonen? Ik woon hier prima. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Als ik 's ochtends mijn ogen open doe, is het eerste wat ik zie, behalve mijn vriendin, is de radiobuizen om me heen en de radiotoestellen. En dat bevalt me eigenlijk heel prima. Kijk. Hier hebben we ook zo'n prachtige, mooie vroege radio. Ik moet er even wat spanning op zetten. Zo, even kijken. Deze moet nog even wakker worden. En dan kan er spanning op komen. Kijk. Ik heb het leven altijd ingewikkeld gevonden, dingen. Ik ben wat autistisch en ik vind mensen ingewikkeld en de samenleving op zich ook lastig soms. En dit geeft mij een zekere rust, omdat hier alle processen zijn beschreven. Hier zijn geen rare verrassingen of vreemde dingen die ineens gebeuren. Dit geeft mij overzicht. Kijk, deze klinkt wat beter. Betekent 100 jaar radio, betekent dat nog iets voor jou? Ik vind het wel een mooie mijlpaal. 100 jaar radio. Als je denkt wat er in die tussentijd dan gebeurd is met communicatie in het algemeen. En eigenlijk dat men dacht, toen de tv kwam en de computer van nou de radio is dood. En eigenlijk zie je dat radiogolven steeds meer gebruikt worden. Want ja, je telefoon, je 4G en 5G, alles is nog steeds radio.